alarmcentrale als adres van het noodgeval. Nee, dus ik moet even kenteken. En er is een autootje die rijdt helemaal als een gestoorde over de A16. En die man zit helemaal zijn eigen gezicht te slaan, heeft een geel hesje aan. En die rijdt van rechts naar links, die rijdt van 150 naar 80. En welke, waar rijdt hij op, nou weer? Waar rijdt hij op de A16? Hij is vlak voor de tunnel, vlak voor de tunnel. 6301, wij kregen iemand aan de telefoon die zit achter een auto. Als op de rijdt, die reden ze gek, die schijnt nu verongelukt te zijn. 39-2, dus met enige urgentie daar naartoe, aanrijding met gewonden. Op deze zit wel, ja, en die zal ASO rijgedag hebben. Ja. Nou, okay. En dan meerdere rijstroken en zichzelf slaan. Nee, van 60 naar 140 hield of zo. Ja. De melding was ongecontroleerde bewegingen. Hij is in juni is die aangehouden met GHB gebruik. Ook dezelfde bewegingen en dat soort dingen. Oké, okay, GHB, dat is op zich wel ja. Want hij zegt, heb je iets gebruikt, speed, ecstasy, heroïne, cocaïne? Nee. Hij zei dat hij helemaal gek was en dat hij dus kop zat te slaan en dierengeluiden maken. Dus, dat klopt, ja. Dit lag in zijn midden. Maak even een foto. Maar, methylphenidaat. Oh? Narcolepsie, ADHD of narcolepsie? Ja. Onder narcose. Je bent niet het antwoorden verplicht, maar deze ben je aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Daarvoor ga je mee naar het bureau. Oké. Okay. En dan gaan we een bloedblok bloed afnemen. En voor de rest hoor je straks van hoe of wat. Stoffen, wat is het? Ja, dan gaan ze kijken. Okay. Even plaats in de hoek.